Hallo allemaal en goedemorgen. Ik voel mij een stuk beter. Ik heb wat koffie gehad en wat chudrans en wat melk. En wat nicotine. Dat kan burgemeester Halsema over mij praten. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Vandaag is 24 december 2019. Het is Christmas Eve. En ik ga verder met mijn kerstfilmreviews. Ik ben van mening dat iedere film waar voldoende sneeuw in zit, een kerstfilm is. Of in ieder geval gewoon Winter Wonderland film. Sneeuwfilm. Kerstfilm. Het is voor mij allemaal één pot nat. En burgemeester Halsema heeft een hele zware baan. En qua ontspanning is zij dol op Amerikaanse films en Amerikaanse televisieshows. Dat is echt zo. Dat weten maar weinig mensen van haar. Maar zij is er altijd als de kippen bij. Als er iets nieuws en iets leuks uitkomt, dan vertelt ze dat meteen aan al haar collega's, zelfs aan journalisten. Ze van, hey, heb je die en die film gezien? Of hey, heb je die en die serie gezien? En zelfs voordat die series uitkomen. Dus zij is net zoals ik. Wij zijn ook alle twee ongeveer dezelfde leeftijd. Alleen ik zie er niet zo geweldig goed uit. Moet je naar kijken, mensen. Dat is toch niet normaal meer. Hoe doet ze dat op die leeftijd? Ik krijg dat niet voor mekaar. Anyway, vandaag gaan wij de tweede kerstfilm doen. Ik heb gisteren al eentje gedaan. Vandaag ga ik er proberen twee te doen. Dit is een spoiler review van The Grey. Deze film kun je niet spoilen. Want het verhaal is flinterdun. Waar gaat het over? Nou, er staat hier: after their plane crashes in Alaska, 6 oil workers are led by a skilled huntsman to survival. But a pack of merciless wolves haunt their every step. Dat is het. Dat is het verhaal. Deze meneer, Liam Neeson, hij speelt een jager. En hij is ingehuurd door een oliemaatschappij om wolven neer te schieten. Die oliewerkers, het is allemaal een beetje rouwdouwers, die letten allemaal niet goed op. En het gebeurt gewoon geregeld dat er eentje een beetje loopt te wandelen ergens. Of dronken ergens loopt te wandelen. En dan komt er uit het niets een wolf. En die scheurt zo'n oil worker aan gort. Dus ze hebben hem ingehuurd. En dat zien we ook in het begin. We zien hem met zijn geweer rondlopen. Maar blijkbaar is het olieseizoen of whatever voorbij. Dus ze gaan allemaal terug naar huis. Dus ze stappen in een groot vliegtuig. En dat vliegtuig moet helemaal warm gespoten worden met warm water. Omdat het zo stormt. Vliegtuig stuigt op. Vliegtuig stort neer. Bijna iedereen dood. Op dat kleine groepje mensen na. En in het begin denken ze van, nou, we blijven lekker dicht bij dat vliegtuig. Weet je, want er zijn nog wat resten van over. En daar zit vast chocola in mensen, hun tassen, et cetera. En dan wachten we gewoon tot we gered worden. Maar ze zijn neergestort in een gebied waar een groep wolven woont. En wolven die kunnen daar helemaal niet tegen. Die hebben echt zoiets van, hey hallo, wij wonen hier, rot even lekker op. Dus die wolven die vallen ze aan. Kijk, hier zie je dat vliegtuig. Daar begint de film zo'n beetje. Hier zijn ze een beetje aan het scavengen. En hij, die jager, hij zegt, ja, als die wolven ons hier al aanvallen, bij het vliegtuig, dan moeten we zorgen dat we zo snel mogelijk hier wegkomen, want dan blijven ze ons aanvallen. Dus zij gaan op pad richting bebossing. Dat is het idee. Ze zitten op een soort open vlakte. Daar is dat vliegtuig neergestort.
Of althans, misschien probeerde de piloot daar te landen en daarna is het neergestort. En ze hebben zoiets als we bij de bossen komen, dan zit het wel goed. En dat is de hele film. De hele film is die gasten die proberen weg te komen van die wolven. En dat lukt helemaal niet. En die wolven die blijven maar komen. En die blijven maar komen. En die blijven maar komen. Prachtig mooie landschappen. Opnieuw een fantastisch leuke film met, let u op, mevrouw de burgemeester, een fantastisch leuke film met heel veel sneeuw. Met recht een white Christmas. En ja, het eindigt natuurlijk allemaal heel droevig, weet je wel. Een mens in de barrikaal, zonder wapens, tegen wolven. Dat gaat niet goed. Dat gaat gewoon niet goed. Dit was deel 2 in mijn kerstfilmreeks. Ik zou zeggen, burgemeester, u heeft 2 weken vrij. U zit 2 weken thuis met die vervelende kinderen. Ga lekker deze film kijken. Dit is, hoe lang duurt die? 2 uur. Dit is 2 uur plezier. Gewoon echt waar. Van begin tot eind, je verveelt je geen seconde. Ik ga hem nu kijken. Ik ga zo even douchen. En dan ga ik de beamer aanzetten. En dan ga ik gezellig op mijn gemakkie met een kopje koffie en mijn koptelefoon The Grey kijken. Fantastisch leuk. Er staat bij action, adventure, drama. Ik vond het ook iets hebben van een thriller. Nou, lieve mensen. The Grey. Vreselijk leuke kerstfilm. En kijk toch eens even naar die plaatjes. Dat ziet er prachtig uit. The Grey. Het grijze betekent dat. En dat gaat natuurlijk over die wolven. Zij zijn de Grey. Daar heb ik nog wat meer gespoild. Ja? Ja, je moet hem wel ergens online kunnen vinden, denk ik. Lieve mensen, ik wens jullie hele fijne dagen. En een gezond 2020. En heel veel kijkplezier met de Grey. Ook namens de burgemeester. Nou, dat was hem. Tot de volgende keer.